Goedemorgen, deze maandagmorgen. Dat zei ik wel heel erg op het denkje van school. En ik ben niet eens vandaag in school geweest. Want, Fleur is wel gisteravond gekomen. En Maisie komt dat soms vanaf vanmiddag. Die wel pas naar school. Dus die zijn er wel, maar ik hoef ze natuurlijk niet in de klas te brengen. Ze zijn al groep 4, groep 6. Dus dat hoeft allemaal niet meer. Boris probeert de radiator op te eten. Dus die heb ik vanochtend alleen Fleur naar school gebracht. Dus gewoon even alle kinderbedden in de was staan. Ik ging er pas vanuit dat, Fleur en Maisie pas op. Vanmiddag zouden komen, ze dacht, oh dan doe ik maandagmorgen even de bedden wassen en dan doen ze droog en dan kunnen ze lekker in een fris bedje liggen. Dat heb ik dan vandaag even gedaan en mijn spullen gepakt. Want ik mag weer eens gaan werken, net als gisteren heel de dag. Ik heb ook helemaal niet zoveel gefilmd meer. Want het was donker toen ik wegging naar mijn werk en het was donker toen ik terugkwam van mijn werk. Want ik heb van 7 tot half 5 gewerkt. Yay, so much fun. Maar goed, ja. Dus vandaag is het maar van 9:30, dus ik moet zo weg. Nou, tot 3. Dus dan ben ik om 3:30 terug. Dus goed zijn Fleur en Maisie dan ook. Moet gemakkelijk wat eten maken. Ben jij aan het kijken? Ben jij aan het kijken wat er buiten... Oh, vind ik zo vies als je dat doet. Gebeurt buiten. Hm? Welke mooie puppy is dat dan? Ja. Ja. Ik zit naar buiten. En dan vraag ik me af, wat zie je dan? Je kijkt naar mijn auto. Oeh, hij ziet vogeltjes daar zo. Dat denk ik dat hij ziet. Is dat het? Is dat het? Is dat het? Je gaat in je bench. Moet je opletten hoe goed hij dat weet. Dan ga ik het kastje open doen. Zie je hem? Het kastje gaat open. En dan gaat het geritsel komen. Ja hoor. Dan mag ik nog een stukje afbreken dan. Ja. Ben je er klaar voor, Bordy? Zie je het? Ga maar op je plaats. Kom dan, kom. Kijk, where are we going? Where are we going? Waar ben je? Op je plaats dan. Goed, zo. Wat een donker hokje heb jij. Lekker, hè? Lekker in je kampeertentje. Zo. Zo. Nou, die zit in zijn bench. Ik ga even nog mijn laptop en spullen nemen. Ik heb gisteravond nog wel een lijstje gemaakt met alle kerstattributen die we moeten. Kerstcadeaus. Ik heb ze niet besteld. Ik wacht nog op de laatste ding van mijn moeder. En deze vanochtend geëpschrijven kijken of ik het al helemaal rond heb. Of ik er allemaal nog mee eens ben. Of alles nog aanwezig is. En ik zag al wel een mailtje voorbij komen dat iets wat in mijn winkelmaagje zat bij de bol.com nu uitverkocht was. Maar goed, ik moet van mijn moeder moet ik het ene ding bij de weekend bestellen. Dus daar had het als goed is nog wel. Oh, mijn portemonnee is in de auto. Dus dan hoop ik dat ik op die manier het allemaal rond kan maken. Tot aan de werk. An eternity later. Hey, goedemorgen. Welkom bij deze woensdagmorgen. Nee, je hebt niet in de video de dinsdag gemist. Ik heb gewoon gisteren niet gefilmd. Er is niet heel veel exciting stuff gebeurd. Ik heb geëdit, ik ben aan mijn werk geweest. Fleur en Maisie liepen hier rond. Dat soort dingetjes. Ik heb wel gisteren mijn haar even gewassen, dus het is nu echt super lekker aan het krullen. Ik ben echt wel heel blij met die happy curls. Het is wel een klein beetje gemist, hier en daar wat volume, maar ik kan niet complain. Dus ja, het is vandaag woensdag. Ik mag vanmiddag om Logan en Brooke. Super veel zin in. Ik heb ze gisteravond nog heel even kunnen facetimen. Brooke kan blijkbaar niet zwemmen en Logan was een beetje de clown aan het uithangen, want die zag Fleur meestal op de achtergrond. Dus ik ben blij dat ze vandaag gewoon lekker kan vasthouden. En dan zijn ze er gewoon tot en met tweede kerst. Wat eigenlijk niet langer dan normaal, maar goed hè. Oké, wel allemaal leuk. Dus een beetje, voor mij is het een beetje start van mijn kerstvakantie. Want als ik ze mag ophalen, dan is mijn kerstvakantie begonnen. Want ik heb morgen en vrijdag geen werk. En dan hebben we het weekend en dan is de kerstvakantie voor de kinderen. En dan ben ik ook vrij. Dus dat een beetje. Ik ga mijn spulletjes pakken en dan ga ik naar mijn laatste dagje werk. Het zal niet heel zwaar wezen. Want zover ik begrepen heb, gaan we de kerstbal afschilderen. En de Pietje Paddington film kijken. Dus ik geloof wel dat ik het vandaag ga redden. Je gaat het horen. Je gaat het zien. Zo, en nu was het al donker buiten en was het 5:10. Ik ga nu aan het eten beginnen. En nu is het oké. Goed, oké. I'm feeling overwhelmed. Ik voel me behoorlijk overweldigd. Ten eerste, omdat ik toen de kinderen kon ophalen, ik 10 tassen in mijn handen geduwd kreeg. Want ze hadden knutselwerkjes per jaar, ik had knutselwerkjes voor school. Ze hadden hun tassen met rapporten en knutselwerkjes daarvan, die in een platboek zitten. Ze hebben natuurlijk hun schooltassen van hun vader, hun gymtas, hun hockeytas, hun zwemtas, echt alles. En ik kwam hier en het was één grote moeder, ben nog zwaar op de pad geweest. En
echt even een momentje zen. Gelukkig zijn ze of allemaal buiten of allemaal nu gewoon op mijn eigen kamer. Spulletjes allemaal opgeruimd. Dus ik hoop dat ik nu lekker mijn reps kan maken en dat het wat rustiger gaat worden. Ik voelde me gelijk heel erg ook wel dat vier kinderen moeten dealen. Ik heb gelukkig wel al de boodschappen besteld bij de Jumbo, dus die kan ik alleen maar aanvullen. Het moet voor maandagavond zijn, maar dat geeft niet. En dan mag ze dinsdag ophalen. Dus dat heb ik alles voor de kerst, echt de dag voor kerst, zeker in huis. Dus dat is wel echt toppie. Maar ja, ik voel me voor de rest nog wel. Ik moet nog steeds kerstkaart doen. Ik moet nog de lijst aanvullen met de boodschappen van maandag dan. En dan moet ik vlog doen en kinderen leven houden. En... ik heb wel kerstvakantie nu, officieel. Een hele week kerstvakantie dus. We hopen dat het gewoon zakt. Goedemorgen, welkom bij deze donderdagmorgen. Eerst het zondag. Maar het was vanochtend zo hectisch en chaotisch voor mij. Ik kan het gewoon niet anders omschrijven. Het was gewoon... het was too much. Het was gewoon too much. En het kwam van wel de vier kinderen natuurlijk vanochtend. En niet alleen is dat al druk thuis ochtendspit. Mijn kinderen waren denk ik compleet verrekt wat er van hun verwacht uit ochtends. Dus dat van, oh, vullen de meeste zijn, het is zeker weekend. Nee. Je moet gewoon je twee boterhammen opeten. Je moet gewoon je bordje in de vader zetten. Je moet gewoon je tanden poetsen. Je moet gewoon je haar laten doen. Je schoenen pakken. Je tas aanpakken en in de auto gaan zitten. Weet je? Oh my god. En dat begon al dat ik Brooke halverwege de trap tegenkwam. En toen wou ze niet aankleden. Ze had een pyjama. Nee, je moet wel aankleden. Je moet ze naar school. En toen kwam ik helemaal boven met Brooke in de pyjama. En toen zaten de meesten op zijn kamer. Ze gaan even aankleden. Oh ja. Normaal doet hij dat eigenlijk wel. 19 keer. En toen zei meest wil je even Brooke dit doen? En wil je dit doen? En ik denk, iedere dag gewoon zelf. En als ik met Brooke bezig ben, toen kwam Fleur erbij staan. Die ging heel verhaal zeggen, Fleur, we moeten even wakker worden. Even, ga maar even je eigen ding doen. Ik ben nog niet gewend dat er zoveel kinderen omheen zijn 's ochtends. En toen kwamen we beneden en Brooke ging ineens niet meer eten. En Logan die ging ineens zelf een tas inpakken. Dus ik heb al vier keer heen en weer gelopen. Heb je nou een tas ingepakt? Oh, waar staat hij dan? Ja, daar. Oh, oké. Okay. Heb je alles erin gedaan? Geloof het wel. Ik moet een keer kijken. Ja, oké. Okay. Is alles erin? Ja. Heeft hij dan nog meegenomen? Nee, dat was echt, het was gewoon... ze deden niet de gewone routine in. Dat vond ik heel frustrerend. En daarna moest ik de osteopaat toen ik niet op school was. En die had ook weer een heel verhaal over wat er niet goed ging. En toen heb ik nog boodschappen gedaan. Bij Solo Lidl of bij Albert Heijn. Ik zou een boodschappenverpakking moeten filmen. Dus ja. Oh, ik heb ondertussen een bericht gehad van mijn zus. Dat heb ik gisteren helemaal niet verteld. Maar gisteren hoorde ik van mijn vader dat mijn stiefzus. Mijn half. Ja, stiefzus is ze. Ik noemde haar eigenlijk gewoon als mijn zus. Omdat dat ze mijn zus zeker oud is, als mij nog. Maar zij is dus blijkbaar maandagavond opgenomen geweest in het ziekenhuis. Want het ging even niet goed met haar. En ze dachten aan haar longembolie. Dat was het gelukkig niet. Hoorde ze gistermiddag dus mocht ze op in haar huis. En die hebben vanochtend als ze toch een foto gaan maken van de been. Want ze heeft een pijn in de been. Dus daar mag ik ook nog op reageren. Maar dat was natuurlijk ook voor mij gewoon even een mental iets. Ik dacht, ze is net zo oud als mij. En ligt gewoon één keer pas om in het ziekenhuis. Dat eigenlijk wel best wel ernstige gevolgen kan hebben. Dus ja, dat was inderdaad ook twee kleine kinderen. Dus nou, hè, dat was ook even een mental dingetje. En dan vanochtend bij de osteopaat. Dan blijkt het alles van mij gewoon schot en stress. Dan was hij wel heel positief. Maar goed, blijkbaar heb ik een te kleine bovenkaak. Of een te grote onderkaak, dat is natuurlijk bekijken. En is tijdens waarschijnlijk uit een van de bevallingen mijn nieren wat lager komen te zitten. Daarom beweegt het niet goed met mijn ademhaling. En nou ja, anyhow, dat is dus wat waarom mijn heup zo klikt. Dat moet verholpen worden. Want en toen zei hij van, ja, ik voel ook wel dat je een beetje, je hebt ook wel echt wel last van je nieren en van je lever. Drink je koffie? Ik dacht, ja. Ik ben een sterke koffiedrinker. Ik drink er wel 2 's ochtends en 2 's middags en 2 's avonds. Dat gaat altijd wel goed. Ja, eigenlijk moet je wel minderen. Niet cold turkey gaan minderen, maar wel minderen. Oh, oké. Okay. En chocola, daar moet je ook wel een beetje wat meer van af gaan blijven. Want ja, dat is eigenlijk ook niet heel goed. Ik zeg, ja, ik leef koffie en chocola, wat is dit? Ja, langzaam afbouwen. Je moet niet afkicken, maar je moet geen afkikverschijnsel krijgen, maar moeten we echt vanaf. Oh my god, fijn! Oh ja, en varkensvlees, dat is ook niet goed voor mijn leven blijkbaar. Nou eet ik dat toch niet zo heel erg veel, maar goed hè. Dat is mijn hele schoffie om dit met elkaar te praten. Ik ben klaar ben over mijn ochtend. Wat ben jij nou weer aan het doen? Joe. Borden zit het bijna. Dus ja, het is nu 11:45. Ik ga even snel de boodschappen filmen. Dan kan ik gaan lunchen, dan kan ik met mijn kinderen. Want ze hebben vanmiddag kerstdiner, dus ze moeten ook echt gewoon... duizend kleine hapjes maken vanmiddag. Alle vier de kinderen. Zien jullie hoeveel boodschappen dat het zijn? Lord have mercy on me today. But
ligt dat onder aan de bovenkant zitten. Even mama nog even een gehaktje erbij leggen. Een gehaktje erbij. Ja, die leggen we er dan zo. Een hamburgertje. Ja. Dan prikken die erop. Kijk, dat is dit. Ze worden leuk, hè? En dan pakken we nog een stuitje. Zal ik even de gehaktballetjes dichterbij leggen? Of de gehaktballetjes? Het waren hamburgers, maar ze zijn heel klein geworden. Lijken eerder balletjes nu, hè? Handig. Pas op dat je niet alles op een potje gaat. Kom maar eens even. Mama is een beetje ruimte maken. Pak weer. Oh, ik heb een heleboel nu. Pak weer. Sterker. Mooi eens te kijken welke sterker. Deze kant is mooier, hè? Ja, dat trok weer erin. Dit is heel leuk geworden, Lopen. We willen een foto van kleur en daar een groene. Ja, gekoord voor de foto. We hebben een green item. Kijk maar hier. Wat op het laatste, hè? Ja, maar kijk, hier hebben ze ook een dipje erbij. Daarom dacht ik, het is leuk op de schaal met een dipje. Nee, hier. Oké, nou, we houden het lekker zo. Eerst de mooie step. Alles kan je. Denk ik ook. En dan een grapje. Staat de kerstboom op bij eten. Niet zo grappig. Ik denk dat vind je wel leuk. Hi, tante Lulu. Doe je jas mee even uit, schatje. Heb je die ook zelf gemaakt? Ja. Wow. Weet je het verwachten, hè? Je hebt zoveel mooie potjes. Gaan we kijken. Welkom bij deze zaterdagmorgen. Ik heb Logan weggebracht naar de hockey en ik zit in de auto. Want het hockey duurt van 10:30 tot 12:00. Als ik nu zou wegrijden, dan ben ik om 11 uur thuis. En dan moet ik om 11:30 weg. Dus het heeft niet zoveel zin. Dus denk wat ik ga doen. Ik ga gewoon in mijn auto editen, want ik loop echt achter met de vlogmes. Dus dat ga ik even doen. Hopelijk kan ik er twee doen in de tijd. En dan ben ik toch in de buurt. Mocht Logan bellen, hij heeft zijn telefoon mee. Ik weet dat hij die nodig zou hebben, maar goed. Just in case. En dan ben ik toch in de buurt, zonder dat ik gelijk een half uur verderop ben.
Dus dat ga ik doen. En ik dacht, ja, ik kan haar met 30 minuten thuis. Ga ik dan ook geen hol doen. Want Pascal die heeft alle drie de kinderen thuis. Brooke zat thuis blijven. Meester heeft om 11 uur opgehaald. Want die ging mee jagen met zijn oom. Maar goed, dat gaat hij dus in Nederland doen. En ja, Fleur en Brooke, daar heb je echt helemaal geen... Daar hoef je bijna niet aan te werken. Die vermaak je zichzelf wel. Dus... Dat, ik vraag me af wat ik gisteren eigenlijk gevlogd heb. Volgens mij heb ik drie keer niks. Gewoon alleen maar een introotje van de ochtend en voor de rest. Ja, kwam mijn moeder eigenlijk. Ik heb een paar boodschapjes gehad. Nee, ik ben naar de praxis in de karwei geweest. Want onze dimschakelaar sloeg uit. Dus we hadden geen licht meer in de eetkamer. En toen heb ik gelijk nog het extra cadeautje voor mijn moeder gehad. En het extra cadeautje voor mijn oma. En dat heb ik ingepakt. En toen kwam mijn moeder. Pas gehad de beveiligingscamera opgehangen. Dat vind ik ook heel fijn. En toen kwam mijn moeder dus al en toen hebben we echt kinderen opgehaald, knakworstjes gegeten. En ik had bedacht of we naar het springpark zouden gaan, maar dat bleek helemaal niet op die dag te zijn. Dus toen dacht ik van, nou weet je wat we dan doen? Dan gaan we naar het Frozen film. Want Brooke heeft hem al gezien, maar de rest nog niet. En die willen hem allemaal heel graag zien. Dus toen zijn we naar Frozen 2 geweest, superleuk. Ik geloof dat ik daar wel een klein stukje heb gefilmd. En toen hebben we thuis pannenkoeken gegeten, heb ik de kinderen uitgelegd. Dat was een beetje, het was gewoon chaos voor mijn gevoel. Het was gewoon, we hebben wel wat gedaan, maar gewoon, logo die was niet, was gewoon... Zo irritant. En dat was echt zo'n dag dat je dacht, oh, we staan mezelf zien, echt gewoon super zwaar. Want hij wordt gewoon opgefokt door Mees. En van Mees kan het me niet zoveel zeggen, want die weet wanneer hij moet stoppen met zo irritant doen. En Logan die gaat een stapje verder, die krijgt hem op zijn falie. En nou ja, er werd iedere keer een beetje uitgelokt. En die meiden waren hangerig en die waren moe. En het was echt zo'n laatste schooldag. Dus nou ja, ik hoop, vanochtend ging het allemaal een stuk beter. Maar gisteren was het echt conflict op conflict op conflict op conflict. Dus zelfs mijn moeder die echt... ja, die zegt er eigenlijk nooit wat van. Of die vindt het eigenlijk altijd wel prima voor je kinderen. Het is allemaal gezellig. Die zei zelfs om ze allemaal bed lagen. Dit heb je al een hele week? Ik zeg ja, dat arm kind. Ja, dit was echt wel heel druk en heel heftig. Ik zeg ja, dit gebeurt ook wel eens. Dus nou ja. Ik ben ook een beetje aan het bijkomen. Ik van, Brooke stond vanochtend om 7 uur naast me. Zou knuffelen. Maar goed, ik ben nu gewoon aan het tijd trekken. Omdat ik niet met mijn video, moet ik zeggen dat. Ik wil kijken hoeveel van mijn video's geïmporteerd zijn. En I don't want to deal with it, but I have to. Als ik helemaal aan het editen ben, vind ik dat wel leuk. Dus het komt vast goed. Yay. Nou, jullie waren lekker aan het zingen. Goedemorgen, welkom bij deze zondagmorgen. Ik geloof niet dat ik gisteren ook zoveel gefilmd heb. Logan is natuurlijk naar de hockey geweest en toen we thuis waren, hebben we een beetje opgeruimd, want er komt een visite. En de visite is gebleven totdat ik er niet meer uit ging. We zijn blijven eten en was gewoon gezellig. Niet zoveel gefilmd. Dus ja, nu is het echt, ik weet niet wat het al is. It's probably quite late. Dus de kinderen hebben uitgehaald tot 8:30. Dus ik kwam meestal nu naar de Mediamarkt, want we hadden nog een wifi-versterker nodig en een SD-kaartje. Oh, we hebben nog bordjes nodig voor Boris, dat zit dan daarnaast. Dus die twee zijn lekker op pad. Even wat quality daddy sun time. De andere drie gespuizen zitten beneden. Die zijn een van de voorstellingen aan het maken voor ons. Ik hoor af en toe wat gegil en wat jingle bells, en dat is het. Ik moet even bed opmaken, de was aanzetten. Ik ben bezig met het kastje, dus we hebben gewoon een relax dag vandaag. We hebben echt wel een lui dag. Ik denk dat we echt vandaag wat gaan doen, anders was knutselen. Dat is ook niet echt weer ervoor. En ik heb beloofd, want ze hadden vanochtend alle vier al... Nou, eigenlijk niet alle vier. Brooke is degene die nooit geen ruzie heeft. Maar de andere drie liggen nog wel eens met elkaar in de clinch. Dus ik heb afgesproken dat als het vandaag heel erg goed doen... Dat we dan vanavond filmavond doen. Met popcorn. Dus hopelijk gaat dat de trigger zijn. Want gisteren ging het eigenlijk tot... Nou, een kwartier voordat ze naar bed moesten goed. Vooral met Logan. Logan die kan nog erg degene zijn die olie op het vuur gooit. En dat als ze dan twee oneenigheid hebben, dat hij dan net iets zegt waardoor het allemaal escaleert. En ja, maar hij was gisteren echt heel erg lief, heel erg braaf tot op de laatste kwartier. Ik weet niet eens, ja wel, het was wel tussen Logan en Mees. Ik denk dat het wie was, het was tussen Logan en Mees. Maar goed, hopelijk gaat het vandaag dus een stuk beter. Tot nu toe, het is nu al 11 uur. Maar ik merk wel dat dit gaat wel even zijn tol op mijn geestelijk zal trekken. Dus ik ga vandaag iets lekker opruimen, maar dan wordt je hoofd ook altijd leeg. En dan doen we vandaag niet zo heel erg veel. Morgen denk ik dat ik naar het zwembad wil. Ik ga niet hard zeggen, het zit hier echt onder.
En dinsdag hebben we begrepen dat we met mijn vader en stiefmoeder naar een filmpje gaan. Dus we willen ze graag doen. En Burke moet dan ook zwemmen. En meegevergens nog een voetbaltoernooi. En nou, dan is het alweer kerst. Dus we hebben het bijna. We zijn er bijna. We moeten het alleen nog even afmaken. Ik ga eerst even dit opruimen en dan mijn was aanzetten. Want dat moet ook nog gebeuren. Want met 6 mensen in een huis moet je veel wassen. Beneden gekregen. En ik hoorde de deur open gaan. Ze gaat alles nog goed daar. Ja, het gaat echt perfect. Het klinkt als heel heftig, maar misschien is het ook een beeld opgeven dan. Hoop het maar. Kleedkledendag. Ziet ja. Er helemaal uit. Kijk, was je verboden aan het zingen? Doe maar verder zingen. Lekker spaghetti gegeten. Ik ga nu al boeken hoe ik het. En ik ga even een bloemetje om schoon te zetten. Langs heeft een bloemetje gebracht. Eventjes. Ik zie hem water zetten. Want anders dan kunnen we zeker op wachten tot dat ding doodgaat. En daarna hebben Fleur en Lowen en Burke hebben zichzelf gedoucht. Ik denk allemaal met hulp van Fleur. Het is helemaal fris gewassen en gedaan. Terwijl wij gewoon een koffie aan het drinken waren. Want ik had beloofd als ze zich netjes gedragen als ze film afkijken. Ze gaan film afkijken. Ik geloof dat de Christmas Carnival hebben ze uitgezocht. Netflix had er helemaal klaar, zodat ze meer zijn kunnen doen. Ik geloof dat ze nu nog Mario, Super Mario aan het spelen zijn ofzo. Ik kan een beetje woorden met uitlaten. Dus. We zijn zo van start. Het is nu start op 7. Dus we zijn nog lekker on track. Ik vind het wel leuk. Kijk hoe lang ze het allemaal volhouden voordat ze in slaap vallen.